Hallo, leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video hier op Edeldi. Mijn naam is natuurlijk Jurgen, oftewel Foldy. En vandaag zijn we weer terug met een nieuwe aflevering van Pokémon Storm Silver hier op Edeldi. We gaan even kijken naar het team. Het is een klein beetje veranderd, want Ursula is erbij gekomen. Dus we hebben de Gligar die ik nog steeds moet veranderen naar Don. Maar dat kan niet in-game, omdat we hem geruild hebben met iemand. Dus dat moet ik even anders zien aan te passen. Maar hij staat wel in de layout. Don, de Gligar. Moeten we ook eigenlijk nog kunnen laten evolueren. Zou vet zijn. We hebben Charizard W15NL. Lekker sterk. En we hebben natuurlijk ook de Yarno VK. De Swallow. En mijn powerhouse Chief Amp. De Ampharos. Dan Etholdi die we nog heel erg aan het trainen zijn met Experience Share. En we hebben nou Corsola erbij. Joshua XD. Ja, want onze Staryu was dood. Dus ik ben even deze gaan halen. Aflevering 29 alweer. Ik neem deze op. Ook deels als huiswerk. Omdat ik Pokémon moet spelen voor mijn huiswerk. Maar ik neem deze op het moment dat 26 de laatste aflevering is die online komt. Nou, dit is 29. Want het is voor mij nou vrijdag. En dan komt er... Vandaag komt 27 online volgens mij en 28 komt zondag online. Zoals je ziet, ik heb een doorspoelknopje gevonden waardoor ik even snel zo kan lopen. Totdat we op de plek zijn waar we waren. Dat we geen tijd hoeven te verspillen meer. Even kijken, we hadden hier al een gevechtje gehad. Ik denk dat we dan hier zo naar binnen moeten. Denk ik haast. Oh, we komen hier een Pokémon tegen. Dus ik heb alle Pokémon ook weer bijgewerkt tot deze aflevering. Alleen hoeven we natuurlijk hopelijk voorlopig even ons team niet aan te passen. Kijk eens aan. We hebben meteen hier gevecht. We gaan gewoon voor de Aerial Ace. Aerial Ace is meestal wel een sterke aanval, dus dat moet wel goed komen. Hyper Fang. Oh, dat doet niet zoveel. Gelukkig. Onze Gligar, die kan er wat hebben. Super Fang. Nou, dat moet dan nog minder doen, toch? What? Oké. Ik weet niet of ik dit heel fijn vind. Dus, yup. Laten we... Ja, de Flying Legs. Nou, sorry dat ik het af en toe doorspoel. Ik moet even wennen. Niet te veel op dat knopje drukken. Yarno. We zetten Yarno natuurlijk gewoon weer in. Dat is hoe we het graag doen. Dan gaan we tegen de Weezing. Nou, zoiets kunnen we wel doorspoelen. Ik wil de doorspoelknop niet te veel gebruiken. Want dan wordt het heel saai als er alles doorspoelt. Maar net zoals stukken lopen. Of what? No. Oh, fuck my life. Oké, dan gaan we even wisselen. Kijk, wisselen of zo, dat kunnen we natuurlijk wel doorspoelen. Er is helemaal niks interessants aan. Aan zulke stukjes, dat wil ik doorspoelen. Maar de interessante stukjes, zoals echt de spannende gevechten, gaan we natuurlijk niet doorspoelen. Dat willen we gewoon helemaal meemaken. Misschien van die kleine trainertjes langs een route, als die vervelend doen. Dat je dat een beetje versneld doet. Maar de rest wil ik gewoon lekker op het Pokémon tempo doorspelen. Ah, oh, ja joh. Waarom zijn deze mensen allemaal zo ziek sterk? Dat is ook aan deze game hoor. Die maakt de moves en zo allemaal zo ziek sterk. Oké, Etholdi, get a move. Counter. Skunk tank. We kunnen wel wisselen. Oh, fuck dit. Oh, fuck my life. Heb ik potions? Nee, zeker. Ik heb potions. Maar... Oké, we gaan ervoor. Sorry, Wouter. Ik heb jou nodig hier. No! What the
Oké, potion. We gaan gewoon de hele tijd potion even gebruiken, want anders gaat hij me sowieso killen. En daar hebben we natuurlijk geen zin in. Oké, wat we nu even gaan doen is even een discharge, want we kunnen hem sowieso mee pakken. Ja, we blijven nog wel even hier zo bij. Oh my god. Hij heeft iets gedropt, oké, dat is mooi. Maar ik moet echt opladen, man. Sowieso. Beter ga ik eerst even naar het pokercentrum. En sowieso, we zijn... Fucking Kingler! Dat is fucking nice. Maar die kan ik nu even niet handelen, denk ik. Nope. We're gonna go. En we gaan echt eerst even naar het pokercentrum, want dat heb ik echt nodig nu. Oké, we hebben de potion overleefd. Snel. Richting het Pokémon Centrum. Want we willen natuurlijk niet doodgaan. Oké, fuck, Charizard weg. Dan moet ik binnenkort echt weer gaan grinden, man. Oké, even kijken. We hadden nog iets van 2 revives volgens mij, maar ik denk niet dat we die nu al gaan gebruiken. Dit is echt fucking balen. Ik weet nou dat ik sowieso bij de volgende grinding ga zorgen dat mijn Pokémon allemaal een beetje rond het level zitten van Chief Amp. Want zelfs die heeft er nog moeite mee af en toe. Nou, ik denk dat het tijd is voor Starcat. Want dat is onze enige vuurpokémon op dit moment. Zo, dus we hebben dit team nu. Wat ik dan waarschijnlijk wel eventjes ga doen is, ook al heeft hij hem ook nodig, even deze wegnemen. Give experience. Wat? Nope. Give the experience share. Ja, even wisselen, ja. Oh my god. Zo. Oké, nou heel snel terug naar het plekje waar we waren. Dan kunnen we nog even een fatsoenlijk gevechtje. Nou, dat was ook een fatsoenlijk gevecht. Zo, jongen, jongen zeg. Machoke. Machoke, Machoke, Machoke. Stond hij erbij? Ik zie hier geen Machoke staan. Ik zie hier ook geen choke staan. Daar ook niet. En... ook niet. Dus, nee. Oh god. Graveler, nee, dat hebben we net al gekeken. Die stond er niet op. En daar zijn we dan bij het dubbelgevechtje. Oké, we gaan lekker dit gevechtje doen. 2 tegen 2, moet goed komen. We zitten wel allemaal fucking hoog hier trouwens. Ice Shard, super effectief, daar ben ik niet zo heel blij mee. Urkut is ook super effectief. Hij gaat voor Boy, Paint Attack Mist. Heel gaat ook nog eens. Oh my god, wij moeten wel echt rekening houden met die mensen die hier zijn, man. Want oh my god. Oh my god. Wij gaan wel weer even voor de Furcutter, want dat was best wel nice. Oh yes. Dat was precies de damage die we nodig hadden. En hij gaat er ook voor, dus dat betekent dat we Snoover in ieder geval weg hebben. Snoover, Snoover, Snoover. Wel een vette Pokémon, echt. Coole Pokémon. Paint Attack, wat? Oh, dat is natuurlijk super effectief. De hagel kunnen we even door. Kulabrava! Oh my god.
I guess. Zo, de knock-off heeft echt geen enkel zin hier zo op deze Pokémon. Dus daar hebben we eigenlijk een beetje pech. Een beetje jammer, inderdaad. Hagel gaat er weer overheen. Nog meer hagel. Weet je wat, we gaan wel voor de Aerial Ace op de Hound Tower. Kijk, dat is tenminste een beetje damage. Krijgen wij wat experience bij. Gaan we zelfs een leveltje omhoog. Dat is wat we graag zien. U-turn. Ja, weet je wat, waarom kunnen we, zullen we niet eventjes U-turn leren? Starcat gaat ook al even lekker een leveltje omhoog. We spoelen de hagel even door. Nu de volgende. Even kijken, we doen een U-turn en dan kunnen we verder met ja, Yarno lijkt me wel een goede zet. Even kijken, want we hebben alles wissel. Oh, hij gaat ook nog eens neer. Wij gaan gewoon met de Fly, want dan zitten we in ieder geval veilig in de lucht. En dan kan hij ons niet hitten met de Pokémon die hij nu heeft, volgens mij. Hij gaat voor de Ice Beam. Oh, oh, nice. Kijk eens aan. Bijna de Pharaoh ook weg. De hagel gaat gewoon door. Die moet natuurlijk uitstaan, want dat is niet handig. Starcat gaat weer naar level 20. Dat gaat lekker snel nog. Hij heeft ook een Gligar. Wij gaan meteen voor Aerial Ace. En dat ging best wel snel. Dat wilde ik niet eens doorspoelen. Maar... Oké. I'll heal up your Pokémon. Wat ik denk is dat dit weer het einde wordt voor deze aflevering. Hopelijk vond je het leuk. Als het is, vergeet dan niet even een duimpje omhoog te doen. Abonneer ook even op Edeldier. En dan zie ik jullie ook weer terug in de volgende video. Tot dan!